Welkom bij Codekraak, waarbij jij de kans krijgt om een keer te winnen. Anders dan bij vele andere spelprogramma's krijg jij hier een eerlijke en gelijke kans met de rest van alle andere deelnemers. Onderweg in 8 afleveringen is het de bedoeling dat je een code kraakt van 24 cijfers. Elke losse aflevering bevat 3 opdrachten waarbij je bij elke opdracht een codegetal kan vrijspelen. Door de opdrachten, rebussen en berekeningen goed uit te voeren. Als het jou lukt om aan het einde van het seizoen de 24 codegetallen te hebben gekraakt en deze als eerst in te sturen via mijn Instagram @decodekraak, dan win jij Codekraak 2022. Veel puzzelplezier in deze 3e aflevering. Zoals sommigen van jullie wel weten, heb ik net mijn examens achter de rug. 3 uur lang op een stoel een examen gaan maken in een grote gymzaal. Maar waar komen de examens eigenlijk oorspronkelijk vandaan? Een vroege vorm van eindexamens die we kennen waren waarschijnlijk de examens van de Latijnse school. De Latijnse school had 6 klassen. Elk half jaar waren er examens, ook wel promoties genoemd. Door middel van deze examens konden leerlingen naar een hogere klas worden bevorderd. De Latijnse school werd gezien als hoger onderwijs en een voorbereiding op een studie. Een einddiploma op een Latijnse school gaf dan ook automatisch toegang tot een universiteit. In 1968 werd de wet tot regeling van het voortgezet onderwijs ingevoerd. Deze wet verkreeg al gauw de onofficiële naam van... Tegenwoordig is het eindexamen een mijlpunt in het leven van de meeste Nederlandse scholieren. Instanties zoals het... geven de scholier nu ook enige inspraak in de eindexamens. Door middel van hun bekende eindexamenklachtenlijn. Na afloop van de examens wordt het niveau landelijk geëvalueerd. Via de klachtenlijn kunnen scholieren mogelijke fouten of onduidelijkheden doorgeven, om op die manier ook bij te dragen aan de evaluatie en mogelijke verbetering van de eindexamens. Of gewoon om even te klagen dat het examen weer veel te lang was natuurlijk. Er waren een paar woorden uit de voorgaande tekst gebliept, die de voice-over heeft opgenoemd. En welke 3 woorden waren dit? Kies het juiste antwoord uit het meerkeuzevraagrijtje. En dan is dit ook gelijk het eerste codegetal van deze aflevering. In Nederland hebben we een groot natuurgebied, namelijk de Veluwe. De Veluwe is een van de grootste natuurgebieden in Europa. Grote delen van de Veluwe bestaan uit stuwwallen die zo'n 150.000 jaar geleden ontstaan zijn in de voorlaatste ijstijd, het Saline. Voorafgaand aan de ijsbedekking hadden grote rivieren daar dikke lagen zand en grind met dunnere lagen klei afgezet. De Veluwe bestaat overwegend uit loofbos en naaldbos. Daarnaast liggen er grote zandverstuivingen en heidevelden. Ook is er landbouwgrond en stedelijk gebied. Er lopen verschillende beken door het gebied en er zijn diverse vennen. Zoek uit wat het hoogste punt van de Veluwe is. En tel dit getal dan op met de totale vierkante kilometer oppervlakte van de Veluwe. Kies dan het juiste antwoord uit het volgende rijtje en je hebt je tweede codegetal van deze aflevering. In 2020 woonden er in Nederland ongeveer 17,44 miljoen mensen. In België woonden er in 2020 11,56 miljoen mensen. En in Duitsland 83,24 miljoen. Nu in 2022 wonen er ongeveer 17,68 miljoen mensen in Nederland. Zoek uit hoeveel mensen er minder in Frankrijk woonden in 2022 in vergelijking met Duitsland. Als je dit getal hebt, dan is het eerste deel goed. Zoek nu uit hoeveel meer mensen er in Italië woonden in 2022 dan in Denemarken. En dan heb je als het goed is nu 2 getallen. Deze 2 getallen tel je dan bij elkaar op. En dan is een van de volgende getallen hier in het meerkeuzerijtje de juiste. En daarmee heb je het 3e codegetal van deze aflevering. Als het goed is heb je nu ook weer de 3 codegetallen van deze aflevering gevonden. En in de volgende aflevering zullen natuurlijk weer de volgende 3 codegetallen komen. En natuurlijk de 3 opdrachten weer beschikbaar worden. Kun je weer lekker speuren. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Abonneer zeker op dit kanaal. Want 42,5%
van de kijkers van mijn video's is niet geabonneerd op mijn kanaal. En het is gewoon een kleine moeite. Klik erop en je bent eigenlijk al klaar. En volg natuurlijk ook Codekraken op Instagram voor meer extra hints en aanwijzingen naar de 3 codegetallen en 3 opdrachten. En dan zie ik je natuurlijk volgende week weer. Laters.